Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Philadelphia. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Vroeger, toen ik een babytje was van 6 maanden oud, toen ben ik ziek geworden. Toen heb ik hersenvliesontsteking gekregen. En daardoor ben ik doof geworden. We zijn hier thuis bij Jovan Ninkovic. Jovan is doof en lijdt aan schizofrenie. Hij gaat ons vertellen hoe zijn leven eruit ziet, hoe hij hier in Nederland terecht is gekomen en hoe hij omgaat met zijn situatie. Goedemorgen. Ik ben Claudia de Koster en ik kom tolken voor Jovan Ninkovic. Dat bent u. Hallo. Claudia. Oké, dankjewel. Hallo. Hallo, Claudia. Hallo, nou goed. Ik ben ook slecht. Ik hoor ook een klein beetje slecht. Oké, dus u kijkt ook straks naar de vertaling voor het tolken. Prima. Prima. Zullen we eens wat gaan werken? Ja. Zal ik even mijn tas even. Gooi even die pionnen eraf. En dan gaan we samen even lossen. Rustig aan, ja. Dan gaan we zo meteen langs de sloot komen met 2 blazers. Ja. Even deze kant op blazen. Ja. Zo'n stukje. Ja, en daarna met de grote blazen. Ja. Maken we hier ook een grote berg. Ja. Ja. Is het nou bevroren? Is het nou vast? Nou, jammer. Dan gaan we ergens anders heen. Ja. Ben jij vanaf... Hoe komt het dat je doof bent? Vroeger, toen ik een babytje was van 6 maanden oud, toen ben ik ziek geworden. Toen heb ik hersenvliesontsteking gekregen. En daardoor ben ik doof geworden. En zo ben ik opgegroeid. Dus je hebt nog nooit klanken gehoord? Nee. Bijvoorbeeld als mensen praten, dan hoor ik helemaal niks, want ik ben doof. Bijvoorbeeld een heel hard geluid van een auto of van een vliegtuig of een deur die heel hard dicht slaat, dan hoor ik wel iets. Het geluid hoor ik dan wel een beetje. Waarom heb je een gehoorbeschermer op? De motor van die bladblazer maakt heel veel lawaai. En daarom zijn we verplicht om deze bescherming te dragen. Want anders krijg je een beschadiging aan je oren van het geluid, van het lawaai. Maar ja, misschien kun je dat beter aan de voorman vragen, dat hij dat beter kan uitleggen. Ja, maar je oren zijn dan toch beschadigd? Ja, dat klopt, maar... De voorman die heeft gezegd, dat is nou eenmaal de regel, dat alle werknemers, doof en horend, toch de gehoorbescherming dragen. Het is verplicht, dus ja, dan doe ik dat ook als ik aan het werk ben met de bladblazer.
Hoe is het om niet de stem van je dierbare te herkennen, zoals bijvoorbeeld je moeder? Ja, dat is wel moeilijk voor mij. Zeker vroeger met mijn ouders, als zij dan tegen mij spraken, dan keek ik naar hun lippen om dat te volgen. En mijn ouders gebruikten ook wel een klein beetje gebaren in de communicatie. Dan wezen ze dingen aan bijvoorbeeld. Zo deden we dat. Je hebt geen Nederlandse achternaam. Waar komt je naam vandaan? Ik ben geboren in Bosnië. Ja, in Bosnië. En hoe lang woon je al in Nederland? En mijn achternaam is Ninković. Dat is een Bosnische naam dus. Ik woon al 17 jaar in Nederland. En waarom ben je naar Nederland toegekomen? Waarom? Ja, omdat vroeger, ongeveer 18 jaar geleden, toen ben ik gevlucht naar Nederland. Omdat er crisis was in Bosnië. Er was oorlog vroeger. En hoe heb je de Nederlandse taal geleerd? Eerst ging ik naar Amsterdam. Daar ben ik naar de dovenclub gegaan. Die heet Sweda, dat zit in Amsterdam. En daar heb ik communicatieles, gebarenles gevolgd. En zo heb ik de Nederlandse gebarentaal geleerd. En dat duurde ongeveer 1 à 2 jaar. Toen ben ik verhuisd en ben ik in Den Haag komen wonen. Waarom beweeg je met je mond? Dat hoort bij de gebarentaal. Lip lezen, spraak afzien, oogcontact maken, mimiek, lichaamshouding, beweging, gebaren met je handen en Nederlandse woordjes. Ja. Johan, koffie. Goed zo. Hier mensen, knap. Ik had wat langer naar school moeten gaan. Wel, nee. En hoe communiceer je met je collega's? Ik zet even mijn thee neer hoor, dan kan ik beter gebaren. Met mijn voorman loopt de communicatie heel goed. Ik kan goed spraak afzien bij hem als hij spreekt. Als we er niet uitkomen, dan schrijven we dingetjes op. Bijvoorbeeld over wat ik moet gaan doen aan werkzaamheden. En als ik het bijvoorbeeld niet goed kan zien aan zijn mondbeeld, dan maakt hij ook wel eens gebaren erbij. En ja, op zich loopt dat gewoon allemaal wel goed. En de communicatie met de andere horende collega's loopt ook wel goed. Een aantal kunnen een klein beetje gebaren maken. Maar stel dat er een nieuw iemand komt, een horend iemand die nog nooit ervaring heeft opgedaan met gebarentaal, en ik kan daarbij niet spraak afzien, lip lezen, dan vind ik het altijd lastig om die persoon te kunnen volgen via spraak afzien. De simpele dingetjes is makkelijk te communiceren, of dat gaat dan wel. Maar vaak worden in de pauzes de wereldproblematiek besproken. En dat is nuances, is vaak moeilijk uit te leggen. Dat is vaak, iedereen praat door elkaar heen en alles door elkaar. Dat is af en toe wel eens moeilijk. Verblijfsvergunning toen je naar Nederland kwam vanuit Bosnië? Nee, niet in het begin meteen. Ik moest naar de IND, naar de Immigratie Naturalisatiedienst van Nederland, om een Nederlands paspoort te krijgen. Dat was in 2001 of 2 ongeveer. Toen heb ik mijn paspoort gekregen. Thank you.
Woon je zelfstandig? Ja, ik woon hier zelfstandig. Bij de stichting SOOR Philadelphia. En waarom woon je hier? Vanwege mijn schizofrenie ben ik hier komen wonen. Want ze helpen me hier. Met bijvoorbeeld de begeleiding helpt mij met zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld, even wachten, ja, ik vind het wel moeilijk om uit te leggen. Schizofrenie is een ziekte en ik kan niet tegen eenzaamheid. Ik was heel eenzaam, ik had geen contact met andere mensen, ik was altijd alleen. En hier bij Stichting Zorg Philadelphia helpen ze mij om meer samen met andere mensen contact te hebben. Oké, dus naast dat hij doof is, had hij ook last van schizofrenie. Wat zijn de symptomen daarvan? Schizofrenie betekent dat je stemmen hoort in je hoofd. En ik had ook last van oorzuizen. Dat heet tinnitus. En wat zeiden die stemmen? Ja, dat waren stemmen over vroeger, over het verleden. En over de toekomst. En over ruzie. Roddelen deden ze, de stemmen. Familie en vrienden, allemaal rare gesprekken, alles door elkaar. Heel verwarrend. Ja, bijvoorbeeld, één stem zei dan, dat was dan één persoon, die zei dan, jij moet naar Bosnië gaan. Toen dacht ik, daar wil ik helemaal niet naar luisteren. Daar moet ik niet naar luisteren. Of er werd gezegd, jij bent gek. Toen dacht ik, oh, vervelend die stemmen, laat maar niet naar luisteren. Maar het ging maar door. Allerlei verhalen zaten er in mijn hoofd.
Het begon in 2003. Toen begon het met die stemmen. Toen heb ik medicatie gekregen tot 2004, 2005, 2006. En toen werd het langzaamaan minder. En sindsdien gaat het prima. Gaat het goed. Heb je structuur in je leven nodig? Ja, dat klopt wel. Ja. De begeleiding helpt me om alles te structureren. Bijvoorbeeld ook mijn administratie, dat ik dat goed organiseer. En dat wordt dan bewaard in, bij de administratie. Zij maken ook kopieën van alles. Vind je wandelen leuk? Ja, ik mag graag wandelen. Ja. Ik wandel altijd, nou eigenlijk wel iedere dag. 15 minuten loop ik dan een blokje om. Toen ik vroeger jong was, was het vlakbij een rivier. En dan liep ik daar ook langs. Langs een rivier en langs de bergen. En ik ging dan ook vissen. In Bosnië was dat. Ben je wel eens terug geweest naar Bosnië? Ja, op vakantie. Ja, ik ben wel eens terug geweest voor vakantie. 2 weken. En dan weer terug naar Nederland. Reis je alleen? Nee, Philadelphia helpt mij dan. De begeleider helpt mij met de trein naar Schiphol te gaan. En toen heb ik het vliegtuig genomen naar Belgrado in Servië. En daar ben ik weer opgehaald door mijn broer. Straks, ik ga nu nog even een stukje wandelen. En dan ga ik terug naar Philadelphia. Dan heb ik een gesprek met mijn dove begeleidster. Het is een dove Nederlandse vrouw. En zij werkt als begeleidster daar. Philadelphia ondersteunt Jovan vanwege zijn verstandelijke beperking. Wekelijks komt Mariska kijken of de geboden structuur en hulp goed aansluiten. Hoe zie jij je toekomst? Mijn toekomst? Dan blijf ik doorwerken in Nederland. Gewoon doorwerken. En als ik oud ben, 65, dan ga ik met pensioen. En misschien, dat is wel een droom, ga ik terug naar mijn eigen land, Bosnië. Dan ga ik daar weer wonen. Jovan, ik wil je hartstikke bedanken. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Dag! People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Philadelphia.